Hoe verandert de Oekraïne-oorlog de relaties met de VS, EU, Rusland en China? Hoe kantelt de geopolitieke machtsverhouding? Welke rol spelen de westerse media op dit globale schaakbord? Stan van Hauke, een journalistiek icoon uit de jaren 60. Bekend geworden als kritisch radiojournalist tijdens de krakersrel in de jaren 80. Sindsdien een eigenzinnige journalistieke stem. Hij schreef diverse boeken. Een man die sinds de jaren 70 schrijft en bericht over de internationale politiek. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de media zwijgen. Ik ben Ab Gietselink en ben vandaag in gesprek met Stan van Hauke. Hartelijk welkom, Stan. In dit kleine kamertje in een reusachtige grote wereld, om maar niet te spreken van de kosmos, die nog groter. Ja, dat is waar. We gaan het wederom hebben, je bent een paar keer al op bezoek geweest hier, over Oekraïne, Rusland, China, het Midden-Oosten. We beginnen eigenlijk, je wilde het eigenlijk eerst eens hebben over, wat zijn nu eigenlijk onze doelstellingen daar? Ten opzichte van Azië, bedoel ja. je? Nee, ten opzichte van Oekraïne. Ten opzichte van Oekraïne is de eerste stap. Ja. De eerste stap naar een herbevestigen van de westerse hegemonie. Ja. Dat wij sinds de 16e eeuw de baas zijn in de wereld. Ja. Nou, langzaam maar zeker brokkelt de westerse macht, zeker onder de Verenigde Staten, steeds verder af. Sinds 1945 heeft de Verenigde Staten geen enkele grote gewapende conflict gewonnen. Zelfs Korea is een soort gelijkspel gebleven, maar ze hebben verloren in Vietnam, in het Nabije Oosten, dus in Irak, Afghanistan, Syrië, Libië, noem maar op. Ja. Het is niet in staat gebleken om de macht daadwerkelijk inhoud te geven. Dat is eigenlijk wonderlijk, omdat de Verenigde Staten bij veruit de grootste militaire macht ter wereld is. Ja. 50% van alle militaire uitgaven zijn geloof ik Amerikaans. Ja. Ja. En wat ik een van de meest verbijsterende aspecten toen vond, dat ging vorig jaar Afghanistan. Dan zie je dus de Amerikaanse en Europese grootmachten, die zie je daar, die beheersen militair dat gebied. En op een bepaald moment gaan ze weg. En dan komen die arme Afghaanse jongens met die Kalashnikovs uit de bergen. En die zeggen, wij hebben gewonnen. Ja, ja. Zo, dat is wat er gebeurt. Nee, maar zo is het ook. Kijk, het hele idee van oorlog is het verlengstuk van de politiek, maar dan met materiële middelen, zoals dat met geweld, zoals dat ooit is geformuleerd is, als zijnde wat de oorlog is, dat gaat niet meer op. Je kunt geen enkele oorlog meer winnen. Dat blijkt nu ook wel, omdat het zijn allemaal hybride oorlogen. Dus de Verenigde Staten mag dan wel massavernietigingswapens hebben, maar die kunnen ze niet inzetten. Dus wat hebben ze aan die massavernietigingswapens? Rusland heeft massavernietigingswapens, maar als Rusland gaat verliezen ergens in de wereld, dan net zoals de Verenigde Staten als ze ergens in de wereld gaan verliezen, dan worden automatisch die nucleaire wapens weer naar voren geschoven. En dan is het best mogelijk dat het in een nucleaire eindslag zal eindigen. Kijk, het hele idee, jij vroeg om een leidraad eigenlijk in die geschiedenis. Ja. Als je kijkt naar Samuel Huntington, dat was een Amerikaanse politicoloog die in 1996 een wereldhit schreef, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Ja. Waarin hij laat zien dat in de toekomst er een botsing komt van verschillende soorten beschavingen. Ja. Hij richtte zich met name ook op het Midden-Oosten. Nou, daar hebben we het er nu even niet over. Maar je kunt ook de beschavingen zoals die Rusland en het consumentisme in het Westen als twee verschillende beschavingen zien. Huntington schreef: het Westen overwon de wereld niet door de superioriteit
van zijn ideeën of van zijn waarden, maar veel eer door zijn superioriteit in het toepassen van georganiseerd geweld. Sinds de komst van massavernietigingswapens gaat dat niet meer op, dit idee van als jij niet doet wat ik zeg, dan zal ik je eens even een flinke klap geven, waardoor je ogenblikkelijk zult luisteren naar wat wij je te vertellen hebben. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld toen een jaar geleden mevrouw Ollongren, de D66-minister van Defensie, op de televisie verscheen om te vertellen dat wij... We zijn de oude club van witte mensen die al 500 jaar de wereld koeieneren. Ja? Dat wij die Russen eens een lesje zouden leren. Ja. Want dat zou Rusland economisch te graven brengen. Als zij durfden in te vallen in Oekraïne. Ja. Nou, ze hebben dat gedaan. En... iedereen verwachtte, nou nu gaat Rusland ineens storten binnen 3 maanden. Nee. Dat is niet gebeurd. Totaal niet zelfs. Kijken hoor, het tegenovergestelde is gebeurd. Ja. Wij zitten met een enorme inflatie en bovendien zitten we met een haperende economie. Ja. En de Russen, hun roebel blijft stijgen. En de gas en olie die ze eerst aan ons verkochten, het Westen, want we hebben dat hard nodig, verkopen ze nu aan Azië, aan in dit geval India. Mm. Dus met andere woorden... Die dat vervolgens weer doorverkoopt aan ons, maar met meer prijs. Nou, of natuurlijk, zaken zijn zaken. En verzinnen list van poes, nou die hebben ze dus ook verzonnen. Ja. En het gevolg is dat wij, het Westen, de hegemonie van de afgelopen 5 eeuwen, niet meer kunnen voortzetten. Wij kunnen geen oorlog voeren op grote schaal met Azië, waar 70% van de mensheid woont en 70% van alle grondstoffen liggen, die wij nodig hebben om ons welvaartsniveau op peil te houden. Wij kunnen niet meer met geweld... Maar eigenlijk zeg je ook... de sanctieoorlog tegen Rusland is mislukt. Volledig mislukt. Is in ons eigen gezicht ontploft. Exact. En dat wordt ook algemeen zo beschouwd, hoor. En het wonderlijke van dat verhaal, denk ik dan, erken dat nou eens een keer. Ja. En schaf het gewoon af. Nou ja. En dan zie je dus eigenlijk, een van de dingen die ik dan verbijsterend vind, iedereen ziet dat. Ja. Dat het mislukt is. Ja. Maar niemand trekt de consequenties. Nee. Het is beter voor Rusland, het is slechter voor ons dan voor Rusland. Dus ik denk, nou, herstel in ieder geval de relaties, dan hebben we dat probleem opgelost. Nee, dat mag niet, want Poetin moet weg. Poetin gaat niet weg natuurlijk. Nee, maar de oorspronkelijke opzet was door Rusland militair en economisch een geweldige afstraffing te geven, ja, dat daardoor die hele club van Poetin zou moeten opstappen. Ja. Dat is mislukt. Nou, als jij een oorlog begint... Iedereen begrijpt toch dat dat een dramatische gedachte is. Jawel, dat maar... helemaal niets met de werkelijkheid te doen. Nee, Poetin maar... heeft namelijk in eigen land veel meer steun dan de westerse leiders in hun landen. Exact. 76% stemt sowieso voor Poetin en 88% volgens onafhankelijk kritische peilingenbureau steunt de invasie in Oekraïne. Dat is de harde werkelijkheid. Precies. Dan, en wat betekent dat? Dat wij geconfronteerd worden in Europa. Wij zitten nu tussen de Amerikanen en de Russen in. Ja. En wij moeten een hele hoge prijs betalen voor het feit dat wij de kant van de Verenigde Staten hebben gekozen. Washington en... En mensen hebben het gevoel of dat ze de kant van Oekraïne hebben gekozen, hè? De Oekraïne, dat is... Dat kunnen ze wel het gevoel bij hebben. Maar als ze werkelijk het gevoel zouden hebben dat ze Oekraïne steunden, ja, dan moeten ze maar proberen uit te leggen waarom wij bereid zijn om honderdduizenden jonge Oekraïense mannen op te offeren op de slagvelden van de Oekraïne. En met name Bakhmut. Bakhmut is een soort centrum van spoorlijnen, waterwegen, in Donetsk. Wegen. Ja. En ja, precies. En daar blijven de
het regime van Zelensky, die blijft daar grote groepen jongeren naartoe sturen om die stad in bezit te houden. Want als die stad valt... En die jongeren worden gewoon bij duizenden afgeslacht. Bij duizenden afgeslacht. De gemiddelde leeftijd, de tijd dat je daar kunt overleven, is ongeveer 4 uur. En dan word je voor je raap geschoten of dan ontploft. Want kijk, het wordt ook niet goed uitgelegd aan mensen. Als je hier zo'n cirkeltje hebt, dat is Bakhmut, dan lopen allemaal wegen vandaan. Hier zitten de Russen, ja. De artillerie. Ja. En ze hebben nog een groepje, dat is de Wagnergroep. Dat is een soort freelance militairen. Hm? De Russische artillerie blijft dit. Die mensen daar beschieten. Ja. De Oekraïense jongeren. Die helemaal niks van de oorlog weten. En die gewoon als een soort kanonnenvoer. Ja. Worden overgeleverd aan de kanonnen van de Russen. Ja. En die Russen blijven maar schieten. En elke keer moeten ze dus weer nieuwe recruten halen. En waar halen ze die? Die arresteren ze op straten tegenwoordig. Hmm. He, er zijn genoeg filmpjes op internet, dan kun je zien. Dan komt het leger aan en jij mee. En mensen beginnen terug te vechten. Maar ja, ik bedoel, je kunt niet tegen een hele peloton soldaten op. Dus die worden gewoon daar naartoe gebracht. Hmm. En die worden daar afgeslacht. Ja. En dat is algemeen bekend ook. Ja, nou ja, kijk, in feite is de helft van de 44 miljoen Oekraïners nu gevlucht. He, die hele idee. Ja. Die Oekraïners verdedigen zich. Dapper is allemaal leugens. Ja. Een groot deel is naar Europa gevlucht. Ja, terecht. En een groot deel is naar Rusland gevlucht. Ja. Ook miljoenen. Oh, en de rest zit daar nog. En die, dat zijn ook met name vrouwen, kinderen en mannen die niet weg mogen. Nee, en die een vrouw en kinderen hebben en denken, ja, ik vlucht niet, want ik moet voor hun zorgen. Dus voor mijn gezin. Nee, ja, maar ze mogen ook helemaal niet weg. Want alle mannen tussen 18 en 60 ja. Zijn verplicht om exact. Ten dienste van het regime van Zelensky als die zich op straat, hun leven te geven. Maar als die zich op straat vertonen, dan worden ze door het leger, het Oekraïense leger, dus het regime van het regime Zelensky, worden ze opgepakt. Is Oekraïne een totalitaire staat? Ja, dat is het zeker. De oppositie is er verboden. En de oppositiemedia zijn ook verboden. Ja. Dus zowel de politiek als... Kijk, die Zelensky is gewoon een puppet die daar neergezet is door de CIA en door allerlei public relations. Alle vrije pers is en media is ook verboden. Nee, er is alleen nog één kanaal wat nationalistisch exact. De oorlog ondersteunt. Ja. En iedereen die daar tegen is, of die Russisch-Oekraïnse is, socialistisch is. Precies. Die kan beter vluchten of zijn bek houden. Ja, nee, en daarom zijn de Russisch-taligen, die 30% van de mensen uit Oekraïne zijn Russisch-talig, ja. Die zijn blij dat ze in de Donbass hun eigen leger hebben en door de Russen worden beschermd ook. Door het Russische leger worden beschermd. Maar vergis je in één ding niet. Want in Russische Oekraïne wonen grotendeels Russisch-talige, Russisch gezinde mensen die bij de Russische Federatie werken. En die kregen meteen te horen. Lijkt uit alle cijfers. Nou kijk, die kregen meteen te horen dat ze geen Russisch meer mochten spreken. Dat ze hun Russische cultuur moesten verwerpen, dat ze dus Russische boeken mochten niet meer gelezen worden, Russische muziek mocht niet meer gespeeld worden. Dus die hadden al een gevoel en ze werden permanent vanaf 2014 gebombardeerd door de Oekraïnse leger. Dus die hebben helemaal niet het idee dat zij bij Oekraïne horen. Hun eigen regering bombardeerde hen, 8 jaar lang nu al. En waarbij tenminste 14.000 mensen om het leven zijn gekomen. Dus Oekraïne is nu in handen van nationalistische krachten. Ja, van het Westen. Dus en van het Westen. Wij sturen ze wapens. We gaan niet zelf vechten, want we weten wel als ze tegen de Russen moeten gaan vechten, dat we het daar verliezen. De NAVO is niet in staat om ze zelfs logistiek te helpen. Mm. He, want ja, de kogels zijn op en de granaten zijn op en tanks die we jullie beloofd hebben, ja, die lopen niet zo lekker. Is het ook niet gewoon het heel simpele feit,
dat de Russen en Oekraïners het gevoel hebben, dit is ons grond, daar vechten we over, de NATO staat erbij. Ja. Maar wij denken, de gewone man hier en ook de meeste politici hier denken natuurlijk toch, ja, dit is niet onze oorlog. Het is aan de andere kant. De Verenigde Staten is dat nog sterker natuurlijk. Nou, daar is een steeds grotere groep mensen die tegen die oorlog zijn en daarmee ook tegen het steunen, financieel steunen, van het regime in Kiev. Ja. Dus je ziet. Maar hoe kan dat nou zijn? Wacht even, nee, want dat wil ik toch benadrukken. Dat zien wij allemaal. Iedereen die zich een beetje goed geïnformeerd is, die weet wat er daadwerkelijk speelt. Die weten ook dat de Russen in feite al gewonnen hebben. Zonder dat ze die 300.000 reservisten die ze aan de grens met Oekraïne hebben staan, die zijn nog niet eens ingezet. Die zijn nog niet in met hun tanks en met hun artillerie. En is dit nog is, maar het begin. Dit is nog maar het begin. En wat de Russen als idee hebben is, het wordt nu wel heel duidelijk, wat ze het idee hebben is, wij houden de Donbass, dat is nu van ons. En Oekraïne is dan, de lui die zich Oekraïens voelen, die horen dan bij Kiev en de omgeving. En dat is met name het gebied waar al die landbouw, die lusgronden liggen, die al die landbouwproducten produceert, waardoor het de breadbasket van de wereld is geworden. Nou, dat zullen ze met rust laten, maar ze zullen nu, zijn ze bezig met een hele generatie jonge Oekraïners uit te moorden. Dus als jij werkelijk zo'n gevoel hebt voor de Oekraïne, dan zou ik zeggen, joh, stop toch snel mee, want daar wordt een hele generatie, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, waarbij een hele generatie Fransen, Engelsen, Duitsers uitgeradeerd werden. En die Russen. Dat heeft een enorme consequentie, ja, Russen ook, heeft een enorme consequentie voor een samenleving. Want nu komt dus mijn werkelijke kritiek. Kijk, de Europese Unie had daar eens een flink lesje willen laten. Hè? Die Russen moesten maar eens flink op hun donder krijgen. Hmm. Nou, dat mislukt. Dan moet je een ontsnappingsclausule ergens in hebben. Want als iets mislukt is, dan kun je nou wel nog meer wapens erin gooien. Maar er gaan alleen maar voor het merendeel Oekraïners dood aan. Dus dat is geen oplossing. Wat wil Europa nou eigenlijk? Wat die Europese Unie, die mevrouw von der Leyen, wat willen ze nou? Ja. Het is een hopeloze zaak. Het is volkomen. Ja, soort mensen de Russen escaleren. Gaan niet verliezen. Gaan niet verliezen. Nee, natuurlijk niet. En gaan ook helemaal niet weg. Nee. Want zij zeggen gewoon, dit is ons grondgebied. Hier wonen Russen, die verdedigen we. Stel wat nou, komen jullie doen? Maar ze willen niet onderhandelen. Dus stel nou dat er eindelijk een van die lui, die overigens niet democratisch gekozen zijn, de mensen die in de Europese Commissie zitten, want het Europese parlement heeft geen macht, hè? Dat weten we ten aanzien van dit soort dingen. Ja. Dus dan blijft het over aan een klein clubje van 15 mensen, zeg. Die zitten daar bij elkaar, die bevestigen elkaar in hun nonsens en hun absurditeit en hun misdadigheid ook. Want het vogelvrij maken van een heel volk, in dit geval de Oekraïners, is natuurlijk een misdadige politiek. Dan is de vraag, stel dat er nou iemand komt en zegt, ja, zo kan het niet langer, we willen gaan onderhandelen. Waarom gebeurt dat nu niet? Waarom gebeurt nu, we weten dat het volkomen uitzichtloos is. Waarom komen er geen... Nee, en nu komt dus deel 2 van het verhaal. En dat is niet alleen willen wij de Russen een lesje leren of lezen. Wij willen ook de Chinezen aanpakken. Wat gaan we nou krijgen? 1,4 miljard mensen in China. En als je de media leest hoe tendentieus bezig zijn. Mevrouw von der Leyen, die dan voor Europese ambassadeurs een toespraak houdt en zegt, ja, het is niet alleen Rusland, wij moeten ook China gaan isoleren.
En waarom moet China worden geïsoleerd? Omdat China de markten beheerst. Dat heeft ze echt op die manier... Ja, dit soort mensen drijven ons de derde wereldoorlog in. Nou ja, ze vernietigen Europa, eigenlijk. Ja, ze zijn bezig, net als in de Eerste Wereldoorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ze zijn bezig met een zelfvernietiging vanuit een ivoren toren, vanuit een tunnelvisie zijn ze bezig eigenlijk... Het mooiste boek van Europa te beschadigen. Het mooiste boek van de Eerste Wereldoorlog heet The Sleepwalkers. Dat waar wij gaan nu slaapwandelend gaan wij een derde wereldoorlog in. Als het zo doorgaat en als mensen dit blijven accepteren. Ja. Ook de Europeanen. Waar is er ergens een democratisch debat geweest over... Of de Russen een oorlog met de Russen moeten beginnen? Is er een democratisch debat geweest over nu? De hele zaak is stuk gelopen. Hoe we er nu uit gaan komen. Wat we alternatieven hebben. Want je moet, als je een oorlog begint, altijd een alternatief hebben. Want anders blijft die oorlog heel goed doorgaan. Dus wat wij hebben, is het Van Huis. En Van Huis is een jongen uit Limburg die ineens ontdekte dat als je beroemde mensen interviewde, dat jij zelf ook beroemd werd. En die dus tijdens een persconferentie zegt dat Poetin opdracht heeft gegeven om de MH17 neer te schieten. Ja. Dat is een leugen. Ja, maar dat kan ook iedereen dat bedenken dat dat allemaal leugens zijn. Ja, maar waarom wordt zo'n jongen dan niet teruggevlogen? Nee, ja, en zei, hallo, wij van Nieuwsuur zijn tegen nepnieuws. Dus de hele mainstream media verspreidt voortdurend, ieder moment selecteert haar nieuws. Pro-Oekraïense, anti-Russisch, ze kleurt het nieuws en ze manipuleert het nieuws. We zitten in een propaganda-oorlog. Ja, maar De media zijn daar gewoon deel van. Natuurlijk. Ja, maar die propaganda-oorlog is dus mislukt. Want Rusland ging niet na 3 maanden economisch plat. Nee. En bovendien, verdomme nog aan toe, ze zitten daar nog steeds. En ze blijven daar zitten. Weet je wel? Dus er is niks te winnen voor Europa. Er is alleen maar verlies. Nou ja, het ergste is, roep ik altijd, dat hun doelstellingen, de westerse doelstellingen, gehaald worden. Dat is niet... Niet het einde van het conflict, het begin van het drama. Want als Oekraïne theoretisch die oorlog zou kunnen winnen, of die Russen eruit zou kunnen meppen, wat gebeurt er met die miljoenen Russisch gezinde mensen daar? Moeten die vluchten? Ja. Worden die geëxecuteerd? Nee. Worden die onderdrukt? Ja, nee. Ja, gaan die dus hele... concentratiekampen in? Nee, natuurlijk. Kijk, het grote probleem is dat er maar 1 oplossing is: de opdeling van Oekraïne. En de opdeling van Rusland, want daar draait het om. Het gaat erom dat Rusland... Rusland gaat niet opgedeeld worden. Ja, maar dat is... daar wordt door, laten we zeggen, de belangrijkste geopolitieke denkers in het Westen... zijn dus nog steeds voor de opdeling van Rusland in 3 delen. Zodat het land geen... wereldmacht kan blijven. En wereldmacht concurrentie voor de Verenigde Staten is. Het draait namelijk om markten en om grondstoffen. Hmm. Nou, die markten en grondstoffen zijn de afgelopen 40 jaar in handen gekomen van Azië. Zo was het altijd al hier. Daarom had ik dit boek meegenomen. Als mensen er echt in geïnteresseerd zijn, dan zouden ze dit boek... When Asia was the world, heet het? Ja, en dat is een prachtige beschrijving hoe China door de geschiedenis heen tot de 16e eeuw, dus rond 1500, de wereldmacht bij uitstek was. Alles kwam uit China. Alles kwam qua godsdiensten of qua wiskunde, et cetera, kwam uit Azië. En wij hebben dat allemaal overgenomen en hebben praktisch toegepast, waardoor wij bijvoorbeeld naar kanonnen konden maken die met buskruid werden gebruikt om de anderen, en dan krijg je weer Huntington, om de andere platten te vernietigen en daardoor de macht in de wereld naar ons toe te trekken. Nou, die macht die dreigt nu steeds meer in handen te komen van Azië. En de bedoeling is dat Europa samen met de Verenigde Staten een stop zet aan de macht van de toenemende macht van China, 1,4 miljard inwoners, en
de grondstoffenmacht van Rusland. En dat kan alleen maar op een derde wereldoorlog uitlopen, want wij gaan dat niet winnen. Sterker nog, de Chinezen hebben onlangs, een paar weken geleden, hebben ze een officiële reactie gegeven op de Amerikaanse oorlogzuchtige taal. Mm-hmm. En die reactie komt kortweg erop neer. Jullie doen maar, kom maar op. Dus ze gaan er niet van, oh, valt er niet nog wat te praten en dat we zoeken naar een oplossing. Want die begrijpen allang dat wanneer jij een hegemonie bent, dat je niet gratis en voor niks die macht uit handen gaat laten geven. Nee, dat je zult proberen die macht in handen te houden. En dan bedoel je, de Amerikanen zullen ja, die macht... Ja, de Amerikanen hebben de... Kijk, Europa doet wat de Amerikanen zeggen. Als je mevrouw Ollongren op de televisie ziet, dan weet je, hé, hier spreekt de Amerikaanse regering. Want die vrouw die weet van niks. Nee. Die wist tot voor kort niet eens, desgevraagd door de Telegraaf, van wat het verschil tussen een majoor en een sergeant. Dat wist ze niet. Nee. Dus dan moest ze nog allemaal leren. Laat staan dat ze iets begrijpt van geopolitiek, waar we het nu dus over hebben. En over waar de werkelijke macht zit. Wij hebben een minister van Financiën die helemaal niks van financiën af weet. En dan kijk je naar de Nederlandse bevolking. En wie stemmen ze? Er was onlangs waren verkiezingen. BBB! En nu werden ze een boerenpartij, terwijl maar 1,2% van de Nederlanders boer is. Maar de Nederlanders denken in hele kleine vakjes nog. Hè, die denken nog steeds lokaal en regionaal. Die denken dat... Ah, is dat ook dat niet is dat toch een ander probleem? Dat is misschien het platteland ten opzichte van de stad. Nee. Dat is hoe de Nederlanders functioneren. Wij denken, dat is het vreemde daarvan. Wij denken niet globaal. Wij denken nog steeds, hè, dan zie je die rare Rutte, waarvan ook iedereen afvraagt, wat is dat voor iemand? De VVD blijft dus het belangrijkste partij in Nederland. Dat is toch krankzinnig? Ja, maar ja. Dat is toch krankzinnig? Na al het liegen en bedriegen, dat in een tijd waarin de wereld een omslag maakt van hier tot en met Ginter. Het aardige van het huidige politieke bestel is dat dat volledig gefragmenteerd is. Ja, nee, maar die begrijpen ook niet wat er in de wereld gaande is. Kijk, als ik nou lees, en ik ben helemaal geen politicus, als ik lees dat China erin geslaagd is om zowel Saoedi-Arabië als Iran bij elkaar te brengen. Ja. Dus de Soenieten versus de Shiiten, waar wij altijd van geprofiteerd hebben door dat vuurtje aan te wakkeren. De Chinezen zijn erin geslaagd om die bij elkaar te brengen. Wat betekent dat? De Saoedi-Arabië met al zijn olie. En die wil lid van de BRICS worden. Ja. Van een enorm blok, machtig blok. Wat nu een grote concurrentie voor... Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Precies. Die vijf. En binnenkort Saoedi-Arabië met al zijn olie. En als Saoedi-Arabië dat doet, dan betekent dat ook al die golflanden met hun olie. Ook de kant van... Iran komt daar dan aan. En Iran komt eraan. Kijk, wij zijn ausgespeeld. Wij hebben verloren. En nu is de vraag of er genoeg mensen zijn in Nederland en in Frankrijk en in Duitsland die beseffen wat er daadwerkelijk aan het gebeuren is. Dit is een buitengewoon belangrijke historische tijd, waarover een eeuw nog wordt gesproken. Omdat er is een omslag gaande waarbij Azië de macht terugneemt die eeuwenlang tot 1500 in handen had. Ja. En dat is natuurlijk waanzinnig interessant, want je hebt hier te maken met totale lichtgewichten. Ik bedoel, die lui van D66, dat is toch je schaamt je rot als je met zo iemand in een kamer zit. Want die weten van niks. Die weten werkelijk niet wat er in de wereld gaande is. Die begrijpen niet hoe grote internationale gebeurtenissen ingepast moeten worden in een breder kader. Nou ja, wat je heel erg sterk ziet, dat is ook... Kijk,
Wat je gewoon van die mensen gewoon ziet, is dat ze met hun hoofd in de Europese Unie zitten, in de NATO zitten, in allerlei internationale organisaties. En dan ook het gevoel hebben, wij zijn de wereld. Dat bevestigen ze elkaar ook. Ja, wij zitten met 30, 40 man bij elkaar. We zijn allemaal allerlei landen. Maar er is één meneer. Ja. En die is een probleem. En die halen meneer we Poetin. Ja. En die moeten we even een lesje leren. Ja, nee, Poetin moet de rol spelen. En het idee dat de wereld misschien heel anders is geworden. Dat weten ze niet. Poetin, als hij nou slim is, dan gaat hij de rol spelen van Saddam. Ja, dat doet hij niet. Deze man is buitengewoon getruckeerd. Ja. Hij weet ontzettend goed te schaken. Nee. Hij is de enige staatsman die nu in Europa leeft. De rest is allemaal peanuts, klein grut. Kijk maar, ook Duitsland heeft geen echte staatsman. Nee, Scholz, ja. Ja, die wappert alle kanten op. En wat je ziet nu ook, die enorme chaos. Hè? Dat vind ik ook zo interessant, want dit loopt van links tot rechts in Europa. Hè? Vergis je niet. Dus die partijen waar wij geneigd waren om te zeggen, ja, dat is links, dus oké. Okay. Die staan vooraan om te juichen om oorlog. Ja, er zijn 9 partijen links van het midden en die zijn allemaal voor de wapenlicht. Weet je wat zo merkwaardig is? Al deze mensen hebben nooit een oorlog meegemaakt. Nee. En er is dus een culturele omslag gaande in Europa. Nee. En die heeft te maken met het feit dat er nu een generatie aan de macht is gekomen die nog nooit een oorlog van dichtbij heeft meegemaakt. En niet beseft wat een oorlog doet. Want kijk, straks, stel dat de Oekraïne de oorlog straks afgelopen is. Wat gaan Europa met de Oekraïne doen? Een volkomen kapotgeschoten land. Bovendien ook nog eens een bevolking die zwaar getraumatiseerd is. En een deel daarvan, die nu nooit meer terug zal gaan, die zullen hier blijven. Ja. Gelijk hebben ze. Wat gaan ze met de Oekraïne doen? Een soort kolonie is het nu natuurlijk. Jawel, maar wat gaan ze de miljarden inpompen om het land op zijn minst qua infrastructuur? Want als je daar graan vandaan wil halen, moet je toch ook goede havens hebben en wegen waar die vrachtwagenchauffeurs naartoe. Je hebt vrachtwagenchauffeurs. Waar komen die vandaan? Kijk, ik denk dat ze gedacht hebben dat ze over die boeren gesproken. Dat ze een deel van de boeren die hier wonen en die ze nu weg willen hebben, vanwege milieu en vanwege de financiering. Die moeten dan daarheen. Die moeten daar naartoe. En dat geldt voor heel Europa. Ik denk dat daar zeker over nagedacht is. En ik denk dat dat vanuit Europa aangestuurd wordt. Want kijk, die Europeanen, dus die zich Europa, de Geert Makker zal ik maar zeggen, die een grote en helemaal waanlullen. Maar goed, die hebben het idee dat Europa een wereldmacht moet zijn. Ja. En dat betekent dat je als je wereldmacht moet je ook kunnen zijn, nou ga ik Zuid-Amerika, daar kunnen we al een soortje Franse boeren naartoe. Dan doen we Nederlandse boeren naar de Oekraïne, want die hebben zelf de Karpatenkoppen. Of noem maar op, dus ze willen groots denken. Ze willen strategisch denken. Maar dat kunnen ze niet. Ze begrijpen niet dat ze na de Eerste Wereldoorlog geen moer meer te zeggen hebben over de internationale verhoudingen. We spelen geen rol meer. Niet altijd positief. Het probleem is dat er een heleboel dingen positief zijn, maar er zijn ook een heleboel dingen negatief. Dat is het probleem. Maar kijk, de positieve dingen zijn gewoon dat je zorgt dat je eigen bevolking allereerst fatsoenlijk te eten heeft. Ja. Niet bedreigd wordt met een mogelijke nucleaire oorlog. En dat ze in fatsoenlijke huizen wonen. Is dat in Nederland het geval? Nee, meneer. Hm. Er is een tekort aan woningen voor onze eigen mensen. We halen mensen van buitenaf, we blijven maar in de piepklein land, blijven die mensen maar toestromen. Mm. Dat is goed als je weet wat je met die mensen aan wilt. Je kunt ze niet zomaar naar Nederland laten komen en dan zeggen, nou zoek het verder maar uit. Dan zullen ze in een economie moeten worden opgenomen. En welke economie? Dus er moeten op zijn minst, moet straks de Europese Unie uit fatsoen zouden ze moeten zeggen, nou jullie krijgen van ons miljarden, want jullie hebben zo geleden door onze politiek, hier hebben jullie, we zullen jullie weer helemaal opbouwen. Gaat de Europese Unie niet doen.
zij wel laten weten dat ze niet moeten verwachten, Oekraïne, dat als de oorlog afgelopen is, dat ze meteen de Europese Unie. Wat ze willen is alle grote bedrijven, en daar zijn de agro-industrie, die hebben al voor heel veel geld van miljarden aan landbouwgronden gekocht via mensen die daar wonen, want als buitenlander mag je geen land kopen. Maar die grote bedrijven die hoeven dat ook niet. Die zetten daar een zetbaas neer en dat is een Oekraïner. En dan zeggen ze van, joh, ga eens dat verbouwen en dat verbouwen. En wij zorgen wel dat het weer op de wereldmarkt terechtkomt waar we flink aan kunnen verdienen. Dus ze zijn wel geïnteresseerd in die landbouwgronden. En voor de rest, ja. Wat moeten ze met die een getraumatiseerd volk dat, waarvan een deel ook nog eens fascistische opvattingen heeft? Wat moeten ze daarmee? Helemaal niks. Dus als je in grote, en aan tafel wordt daar natuurlijk over gesproken, wat gaan wij doen met de Oekraïne? Want ja, het wordt een puinhoop daar en wat moeten we ermee? Hoeveel gaan we erin pompen? En we kunnen er niet meer in pompen dan dat we eruit krijgen. Dus het moet ons geen geld gaan kosten. Dus je ziet dat de politieke partijen die allemaal deze Oekraïne-oorlog steunen en de mensen die helemaal gehersenspoeld zijn door de media, die hebben Oekraïners opgeofferd voor een en voor niks. Voor eigenlijk helemaal niets. Nee. Want we hadden dit kunnen oplossen in overleg samen met de Russen. Ja, we hadden al 8 jaar het kunnen oplossen. We hadden moeten zeggen van, oké, de NAVO gaat daar niet zitten, maar we willen wel dat de Oekraïne verder kan verwestersen. Laat het zo noemen. En, want er is daar ook een... Nou ja, maar dan moet je ook aanvaarden dat het Russische Oekraïne zich afscheidt. Ja, want ja. Die voelt zich Russisch, die spreekt Russisch, die wil gewoon bij Rusland. Exact. En, en dan kan het Westen, kan West-Oekraïne, kan bij het Westen, ja. Weet je, die Zelensky is, weet je waarom die gekozen is? Ja, ja, ja. Omdat hij de corruptie wilde aanpakken. Ja. Nou, er is helemaal geen... En omdat hij de Donbassoorlog wilde stoppen. Ja, precies, precies. Maar dat, die twee hebben met elkaar te maken. Want wie verdienen er nu? De Amerikaanse oorlogsindustrie, de Poolse oorlogsindustrie, de Nederlandse oorlogsindustrie, de Franse oorlogsindustrie. Dus deze mensen die daar bij de Europese Unie zitten, die zitten daar niet voor ons. Die zitten voor de werkelijke neoliberale macht, die sinds de afgelopen 40 jaar alle macht naar zich toe heeft weten te trekken, waardoor de kloof tussen arm en rijk wereldwijd en ook in het Westen aan het toenemen is. Dat blijkt uit elk onderzoek. En er is niemand van mijn collega's die dat publiekelijk durft te zeggen. Er zal ook niemand van mijn collega's zeggen van, hé, Stan, hier word je daar wat een beetje krakelen en dergelijke, maar zou je eens met mij in gesprek willen gaan? Dan kan ik je zachtjes even een lesje leren. Nee, want ze weten dat ze dat gesprek niet aankunnen, want dan moeten ze... Nee, is het in jouw kring... Daar is ook helemaal geen discussie meer. Nee. Mijn oude vriend Geert Mak, die is al helemaal door te veel bolletjes en hapjes en drankjes. Die is helemaal in de EU. Nou, mijn oude kennis Hubert Smeets, nou ja, die wordt door de Nederlandse staat betaald om anti-Poetin propaganda te maken op een website, dus ook volkomen gecorrumpeerd. Nou, zo heb je... Die was Rusland correspondent bij het NRC nog steeds eigenlijk. Die heeft ook... Ja, dat deugt ook iets niet in, want die schreef op een gegeven moment: ja, de Russen draaien alles om. En toen zei ik tegen hem, maar jouw vrouw is Russisch. Heb je dat via je vrouw geleerd of wat dan ook? Toen zei hij, dat heb ik nooit gezegd, dat heb ik nooit geschreven. Maar ja, in minder dan een seconde kun je dat op internet terug. De Russen draaien alles om. Ik bedoel, hij draait zelf ook alles om. Ja, natuurlijk. Maar kijk, deze journalisten hebben een belang. En dat belang is
dat ze behoorlijk betaald worden en dat ze hun vriendjes in de politiek kunnen paaien en daardoor weer geld van hun krijgen. Dat is, één grote corrupte bende. Als jij naar de Nederlandse media bestel kijkt, ja, in zaken Oekraïne en dit, ja, soort zaken, wat, ja, denk je dan? Nou ja, luiheid met name. Luiheid en angst. Ze durven niet hoor en wederhoor te plegen. Hè? Want je mag de Russen absoluut niet aan. Nee. Dus dat betekent dat ze een elementaire journalistieke regel die altijd gegolden heeft, namelijk hoor en wederhoor, die schenden ze nu de hele tijd. Want de wederhoor mag niet meer. Zelfs in de Vietnamoorlog kon je de Vietcong aan het woord laten. Of je kon bijvoorbeeld ook Hezbollah aan het woord laten. Maar dat mag nu niet meer. De tegenstander, en dat is de tegenstander van de politieke en economische belangen in Nederland, die mag je niet meer aan het woord laten. Want die kranten, 90% van die kranten is in handen van twee Belgische, rijke, schatrijke Belgische families. Ja, die willen gewoon, die vinden deze oorlog natuurlijk toppie. Want de oplagers, weet je wel. Elke dag staat er wel iets over de Oekraïne. Moet je nagaan wat een lege bladzijde we gaan krijgen als de Oekraïne oorlog ophoudt. Dat is een ramp voor die Belgen. Ja. Dus die profiteren hier ontzettend van. En we doen dit alles ten koste van Oekraïense mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden. En het interesseert ons werkelijk geen bal. Als wij het is wel cynisch, toch? Dat is het pure cynisme. De onverschilligheid is een van de grootste menselijke, kwalen. Ja. De grootste menselijke fouten. Dat is onverschilligheid, pure onverschilligheid. Als jij nou de propaganda-oorlog in de mainstream media, de pro-Oekraïns, anti-Russisch nu ziet, hè? Ja. En je vergelijkt dat met de propaganda-oorlog die je gezien hebt in Irak of zelfs in jouw geval in Vietnam. Ja, wat denk je dan? Nou, kijk, weet je, de Irak is een goed voorbeeld. Want op een gegeven moment gaat een NOS... verslaggever gaat naar Irak toe en hij komt in de buurt van het Sjiitische deel daarvan. Mm. Dus daar rond Basra, dat is een havenplaats helemaal in het zuiden. Mm. En wat ziet hij daar? Dat de mensen die daar wonen helemaal niet juichen als de Amerikanen komen. En hij zegt dan in al zijn onbenulligheid op televisie, ja, ik begrijp niet waarom die mensen niet naar buiten komen en de Amerikanen toejuichen. Dus toen heb ik hem geschreven, beste jongen, dat komt omdat ze al meer dan 10 jaar dagelijks gebombardeerd worden door de Amerikanen. Met van alles en nog wat. Die weten wat voor een schooiers wij zijn. Dus die gaan niet juichen omdat hun vrouw, kinderen, familieleden verloren hebben dankzij het feit dat wij elke dag, en waarbij een Amerikaanse generaal zei, ja, we kunnen nu nog wel outhouses bombarderen. Dat zijn houten scheithuizen die ze buiten dingen. Want we hebben geen doelen meer. We hebben alles al kapot gebombardeerd. Kijk, hier, dat wil ik ook nog eens even kwijt. Hè? Want wat is er nou, wat is er voor mentaliteit in de Nederlandse journalistiek? Nou, ik geef je één naam. Ian Buurema, die schrijft voor onder andere NRC Handelsblad. Ja, ja. Die schreef in The Guardian tijdens de opmaat naar de illegale inval in Irak door de Amerikanen, onder leiding van de Amerikanen. Toen schreef hij dat ook wij must do the dirty work and take the risk of being held accountable for oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide desnoods ook. Ja. Dus dit wordt als een normale houding van opiniemakers, westerse opiniemakers. Wij moeten het smerige werk, en het smerige werk is het vermoorden van onschuldige mensen, dat moeten wij ook doen. Dat staat op zwart op wit. Er is niemand die dan bij de NRC of bij zo'n krant zegt, ho, wacht even, als dit is een oproep tot misdaad. Ja. Dat mag niet, dat is een strijd met het niet ja, maar zij denken, hè? Dat zij denken, zij geloven echt dat te maken heeft met vrijheid en democratie en rechtsstaat. En ze begrijpen niet dat allemaal veel complexer ligt.
Dat nou, begrijpen ze wel degelijk. Hij zegt daar letterlijk dirty work, het smerige werk. Nee, dit begrijpen ze wel. Maar dat interesseert nee, je niet. Nee, maar zij denken dat wij hier voor waarden staan en idealen. Welke? Die van dirty work? Nee, ze weten. Nee, ik denk dat het veel erger is dan jij denkt. Die mensen zijn zo doortrapt. Het interesseert ze niet. Ze worden gevoed door een soort racisme. Kijk, de houding van veel Nederlanders ten opzichte van de Russen heeft ook met een soort vreemd racisme te maken. Ja. Namelijk met het idee, ja, dat zijn Russen. Weet je wel, die zitten daar in Siberië ergens in de modder te... het interesseert ze geen bal. Het is allemaal heel tragisch natuurlijk, want het zijn gewoon Europeanen, heel vergelijkbaar met hier. Natuurlijk, ik heb een paar keer een discussie daarover gevoerd met bijvoorbeeld Smeets en met Geert Maak. En ik zei, welke Russische filosoof hebben jullie gelezen? Hè? Want ze zijn er nogal aan. Behoorlijk goede filosofen. Ja, ja. Geen één. Want Berdjaev had ze nog nooit van gehoord. Dus terwijl dat een van de knapste... Van dit moment is. Van, nee, dat was al eerder. Scherpzinnigste filosofen is geweest van Rusland. En dat interesseert ze niet, ze lezen niet. De Mak die nam iemand als, Dirk Sauer nam die als informatiebron voor zijn stuk in het boek In Europa. Nam die als de informant. Ik bedoel, maar ook onbegrijpelijk. Is gewoon een Nederlandse zakenman die met Russische media geld verdient. Die met Russische oud-KGB'ers daar een hele smak geld. 150 miljoen in 10 jaar tijd. Terwijl de Russische bevolking 60% onder de armoedegrens onder Jeltsin verdween. Die dankzij Poetin, die dus daar zo populair is, nu boven de armoedegrens zijn gelift. Ja. Net zoals bijvoorbeeld de Chinezen die we nu moeten gaan aanpakken. Die Chinezen zijn erin geslaagd om in 10 jaar tijd meer dan 100 miljoen mensen boven de armoedegrens te tillen. Ja. Hallo? 100 miljoen. Ja. En wij moeten deze lui nu aan banden leggen. Waarom? Omdat zij onder andere, mevrouw von der Leyen citeer ik weer, de greep hebben op de grondstoffen voor batterijen. Lithium. En zij beheersen de wereldmarkt daarin. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat moet in onze handen zijn. Want wij zijn wit. En wij zijn dus slimmer. En wij hebben altijd de macht gehad. Dus dat kunnen we niet zomaar aan die spleetogen weer teruggeven, die macht. Dat is van ons. Don't forget it. Er zit een hele hoop racisme bij de Nederlanders. Dat is allemaal net onder de huid. En je hoeft maar een kleine beweging te maken. En dat zie je bij de media druk. Ja, en de politiek zie je dat ook sterk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als iemand zegt bijvoorbeeld dat 500.000 Irakese kinderen die om het leven zijn gekomen vanwege de sancties onder leiding van Amerika. En onder de 5 jaar meer dan 500.000 kinderen. En dan vragen ze dan aan een Amerikaanse politica. En dan zegt de interviewer, vindt u dat de prijs waard? 500 miljoen jongen. En dan zei ze, ja, I think it's the price worth it. When China rules the world, ja? Martin Schaak, ja. Daar wilde je ook nog wat over melden. Nou ja, die man wordt algemeen beschouwd in het Westen als een van de allerbeste geïnformeerde deskundigen op het gebied van China. Hmm. Dus ook lovend besproken door allerlei grote kranten en noem maar op, televisiestations. Die man laat een aspect heel goed zien. Kijk, als jij een wereldmacht wil zijn, moet dat ook duidelijk zijn. Hè? Dus als jij de baas wil zijn van de wereld, dan moeten die anderen jou ook volgen. Zo niet, dan ben je de baas niet meer van de wereld. Dus dan geven ze een klets voor hun kop. En dan bombardeer je hun steden of wat dan ook. Nou, hij geeft heel goed aan hoe de Amerikaanse hegemonie afgelopen is. Want ze kunnen het niet meer, ze kunnen de ander niet meer een pak slaag geven. Ze kunnen heel veel verwoesten, dat is waar.
Maar ze kunnen niet daarmee hun hegemonie vestigen in de wereld. Sterker nog, wat blijkt nu, ze zijn nog niet vertrokken of China slaagt erin om twee belangrijkste vijanden in het Midden-Oosten bij elkaar te brengen. Ja, dan, als dat niet een teken is dat je je macht verloren hebt, dan weet ik niet wat... Maar speelt daar ook niet dat ik zeker het gevoel heb dat in Amerika en Europa er een soort moraal is. Wij voelen ons verheven. Wij zijn namelijk liberaal en democratisch en rechtsstatelijk. Nee. En dat gaan we al die mensen vertellen. Die ergeren zich dood. Er zijn duizenden redenen waarom mensen dom zijn. En die Chinezen zijn pragmatischer. Ja. Die zeggen, wij willen jullie grondstoffen en we geven jullie infrastructuur terug. Precies, precies. En sterker nog, we sluiten jullie op onze markten aan. Ja. Dus dan kunnen jullie dezelfde leuke productjes kopen als de Amerikanen en de Chinezen. Ja. En dat doen wij niet. Wij zijn volledig in de war geraakt. Wij zijn niet in staat, ik bedoel, al deze mensen in de Tweede Kamer en in de... Dat zijn mensen die werkelijk niet weten wat er aan de hand is. Ze weten zelfs niet eens wat er in Nederland aan de hand is. Laat staan dat ze weten wat er in China aan de hand is. Dat weten ze gewoon niet. Maar kwekken en lullen en ouwe hoeren en journalisten maar in plaats van echte vragen te stellen. Want kijk, die journalisten daar in Hilversum hadden al lang moeten vragen, mevrouw Ollongren. U zei dat er 3 maanden tijd Rusland economisch plat is niet gebeurd. Wat nu? En wat nu, tot slot, laatste vraag. Hoe moet dit opgelost worden, Stan? Nou, zo snel mogelijk door de Amerikanen moeten een aanzet geven voor voor vredesonderhandelingen. Dat is het enige wat, om te voorkomen dat het volledig uit de hand loopt. Maar die Amerikanen zijn nu bezig om alvast het begin van de derde wereld. En hoe zou die vrede eruit moeten zien in grote lijn? Nou, de Russen hun deel, Europa hun deel. Namelijk de graanvelden van Oekraïne. Zo simpel is het. Hartelijk dank voor dit gesprek. Okidoki.